Iedereen op deze planeet heeft soms wel eens wat behoefte aan liefde. En daarom ga ik vandaag die liefde aan jullie spreiden door middel van deze video. Mijn stem, die is nog steeds fucked up. Maar wat wij vandaag gaan doen, dat is wat minder fucked up. Vandaag gaan wij namelijk de liefde bedrijven met onze tong. What you say? Doe een like als je ook vaak de liefde bedrijft met je tong. Doe ook een like als je dat niet doet. En dan gaan wij beginnen. Oké, dit spel heet Realistic Kissing Simulator. Je moet dingen zoenen. Je moet gewoon zoenen eigenlijk. Tongzoenen is natuurlijk super leuk. Het is super chill. En daarom gaan wij dat vandaag doen in deze video. Let's go. Oh. 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 Oké, sorry, ik stop. Let's go. Oké. Die paarse, dat ben ik. En die groene, dat is... iemand anders. En we gaan nu zoenen. Want dat is leuk. Oké, ik begin wel met praten. Hey, zeg ik. Zou je mij misschien willen zoenen? Dat vraag je toch niet? Dat doe je toch gewoon? Oké. Waarop die andere persoon zegt, van wie ik nog niet weet wie het is. Ja. Ja, ik wil zoenen met jou, Job. Tuurlijk wil ik zoenen met jou. Oh ja. Oh, daar gaan we, guys. Oké, moment is aangebroken. Ik heb mijn tong en die gaat een beetje zo. Oh ja. Oh, mag je... Oeh, mag ik een beetje aan je neus likken zo? Oh ja, dankjewel. Dat vind ik wel heel erg opwindend eigenlijk. Oké, dan ga ik ondertussen, of die andere persoon waarvan ik nog steeds niet weet wie het is. Wie de fuck is dat eigenlijk? I don't know. Maar die gaat ook met zijn tong dichterbij komen en die gaat aan mijn kin likken. Oh ja. Oh, dit is zo ongelooflijk sexy. Nou, eigenlijk niet. Oké, wacht. We doen onze tong even terug, hoor. Het is namelijk de bedoeling dat de ene tong in de mond van de ander gaat en de andere tong ook in de mond van de ander. En waarom... Thanks for playing. Ik was nog niet eens begonnen. Sorry, dat was mijn stem die weer een beetje raar deed. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Wil je met me zoenen? Ja, ik wil met je zoenen. Tuurlijk wil ik dat. Oké, let's go. Dan gaan we, guys. Deze keer gaan we niet elkaars neus, elkaars skin of zelfs elkaars oog likken. Want dat kan geloof ik ook. Kan dat? Oh my god. Ik lik gewoon mijn eigen oogbal. Oh, dat is zo ongelooflijk nice. Wat? Hoezo? Thanks for playing. Jezus, ik was nog niet eens begonnen. Alweer. Oké, daar gaan we. Oké, daar gaan we, hoor. Ja. Ja? Oh ja. Oh ja. Oké, het lukt. Oh my god. De tongetjes gaan in elkaar. Ik voel me net een tongfilet. Dat is geloof ik een soort van vis. Ik weet het zelf niet eens. In ieder geval, waarom doen jullie zo moeilijk? Oké, wacht. Eerst moeten jullie wat dichter bij elkaar komen. Oké? Nee, niet je eigen neus likken. Ook niet de lip van de ander likken. Oké, dat mag op zich wel. Oké, ja. Oké, kijk, het lukt. Ja? Ja? Oh ja, straks moet hij overgeven, omdat hij zo ongelooflijk diep met zijn tong in de mond van de ander gaat. Oké, let's go. Oké, ja, we doen het goed. Oh my god, jongens, maar dit spel is wel echt gewoon beter dan GTA 5, Far Cry en alle andere games die gewoon hoge kwaliteit hebben op deze hele wereld. Bij elkaar. Dit is gewoon de game. Als je dit niet episch vindt, weet ik het ook niet meer, hoor. Jongen, kijk hoe opwindend dit wel niet is, joh. Oké, kom op. Nee, niet je eigen neus likken. Ik weet dat mijn neus heel erg mooi, glanzend en likbaar is. Maar het is toch echt de bedoeling dat we in elkaars tong gaan. Of in elkaars mond gaan graaien. Dit is gewoon één groot drama. Waarom blijf ik nou alleen maar die bovenlip likken? Heeft die vrouw net chocomel gedronken of zo? Dat ik zo graag ook een beetje wil proeven. Getverderrie. Oh. Mijn tong zit vast in haar mond. Thanks for playing. Thanks for fucking playing. Oké. Ja, dat was leuk. Wil je nou meer van dit soort spelletjes zien op mijn kanaal? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ik vond het heel erg raar dat ik alleen maar de bovenlip van die persoon aan het likken was. En soms mijn eigen ogen. Maar dat even terzijde. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Mijn stem, die is fucked up. Maar dat even terzijde. Tot de volgende keer. What you say? Later, mensen.